Yo, Nintendo fans! Vandaag hebben we zo'n domme challenge. Maar wel een hele spannende challenge. Ik heb hier namelijk Pokémon kaarten. Een Elite Trainer box van de Champions Path City. En jullie zien het al, er staat een hele mooie Charizard op de voorkant. We gaan weer op zoek naar een 300 euro Charizard kaart. Maar er is een risico. Ik heb namelijk een schaar. Er zitten hier 10 pakjes in. En één van die pakjes gaan we gewoon keihard knippen. Waarom? Geen idee. Maar als je dat wil zien, doe een duimpje omhoog. Want bij de 2500 duimpjes ga ik nog een keer Pokémon kaarten uitpakken. En dan gaan we nu 9 pakjes uitpakken. En ergens in deze video ook één pakje knippen. Huh? Wat ruik ik? Wat gebeurt er nou weer? Ik moest even een brandje blussen. Boerangiri kwam even langs met zijn blauw brandende snorkapsel. Boerangiri? Boerangiri, ken je die niet? Oh, die Boerangiri. Dat is een van de 11 nieuwe helden in Raid Shadow Legends. Zij maken deze video weer mogelijk, dus dat is super tof. Ik vind het echt leuk om al die champions zoals Boerangiri te verzamelen en uit te zoeken wie er nou het beste bij mijn speelstijl passen. Raid Shadow Legends geeft me best wel het gevoel dat ik gewoon echt een console game op mijn telefoon aan het spelen ben. Ben je benieuwd? Gebruik dan de link in mijn beschrijving en download Raid op je telefoon of PC. Sinds de vorige video waarin ik Pokémon kaarten uitpak, heb ik best wel wat uurtjes gestopt in Raid Shadow Legends. Er zijn 2 nieuwe champions die ik heel graag wil hebben. De eerste is Krila Witch Arm. Net als Galak en Shaman is zij ook een ork en daarmee zou ze een perfecte aanvulling zijn op mijn ork team. Bovendien is zij een hele sterke aanvaller en zorgt ervoor dat de rest van je team mee aanvalt. Wanneer ik 5 hele sterke orks bij elkaar heb gespeeld, ben ik bovendien helemaal klaar voor de Faction Wars, waarin je met 1 ras verschillende levels door moet spelen. Ook is zij heel handig in de Dungeon Spider Den, een van de lastigste levels in de game. Dus ik hoop echt dat ik Krila Witch Arm kan fixen. Een andere legend die ik heel graag wil is Astralon. Ik bedoel, check deze gast. Dit is echt een beest. Met 2 zwaarden in zijn handen en zijn rode vleugels is dit echt een unieke legend. Hij is perfect voor arena battles en dat is wel handig, want daar ben ik nog niet zo goed in. Wat echt handig is aan Astralon is dat hij alle buffs van het andere team verwijdert en ze daarvoor in de plaats zwakker maakt. Kijk, dat zie ik graag. Kortom, dit is een ridder met gloeiende zwaarden en vleugels. Die moet je hebben. In de nieuwe update van deze maand heeft Raid nog eens 11 nieuwe toffe champions toegevoegd aan de game. Bovendien zijn er 200 nieuwe missies te spelen met een exclusieve Legendary Champion als beloning als je al deze missies haalt. Oh, en als je nog meer uitdaging zoekt, dan hebben ze ook nog 5 nieuwe moeilijke levels toegevoegd aan elke dungeon in het spel. Oh, en trouwens, ik heb ook een clan aangemaakt in Raid Shadow Legends. Je kan je daarvoor aanmelden als je zoekt naar Rikka Clan of de afkorting R2. Vanaf het moment dat deze video online staat, accepteer ik de eerste 30 mensen die zich aanmelden voor de clan. Dus waar wacht je nog op? Check de link in de beschrijving en download Raid Shadow Legends nu en kom gezellig chillen in mijn clan. Zo, dan gaan we nu weer verder met echt Pokémon kaarten uitpakken. In totaal zitten er maar 80 kaarten in deze serie. En 2 daarvan zijn Charizards. Dus die willen we hebben. Hey, in deze box zit ook nog een andere gratis Charizard kaart. Dat wist ik niet eens. De eerste Charizard is binnen. Anyway, we gaan ons eerste pakje openmaken. Deze mogen jullie altijd van mij hebben. Veel plezier ermee. Doen we 4 naar voren. Gaan we kijken wat voor moois er in het eerste pakje zit, jongens. We hebben Pokémon Center Lady. We hebben Team Yell Gruntje. Hey, Victini, Legendary, Mythical, Weedle, bijna hetzelfde als Victini. Dan hebben we hier een Kakuna, een Carvanha, een Potion, Vulpix, de Holo is een Inkay en als laatste hebben we Professor's Research. Ja, het is bijna een Charizard. Oh, wacht even. We hebben dobbelstenen. Ik gooi nu een dobbelsteen over hoeveel pakjes we moeten gaan knippen. Het 6e pakje vanaf nu gaan we knippen. Hier weer een codekaartje en het volgende pakje. We beginnen met Energy. Dan hebben we hier een Milo. Milo is wel een leuk kaartje. Turfield Stadium. Wat hebben we veel trainerskaarten in deze serie. Opnieuw Victini. Hier hebben we Scraggy. Een Purloin. Machoppy. Nickit. Een Trubbish. Onze bazen vuilniszak. Dan hebben we hier een Scraggy als reverse. En als laatste hebben we dan...
Dit gaat niet weer zoals bij de vorige video, hè? Toen we 4 Menefies achter elkaar kregen. Als je dat wil zien, check de vorige video ook even. Ik voel gewoon dat hier wat goeds in gaat zitten. Ik voel het aan mijn waterenergie. What up, Milo? What up, Arbok? Dan hebben we Rolycoly, een Zigzagoontje, een Weedeltje. We hebben Purloin, een Pokeball. De reverse is er nu een Sizzlypeed. En als laatst, Marnie. Hey. Ik heb niet gelogen. Marnie vind ik al beter dan de professor, man. Dit is gewoon een prima cool kaartje, hoor. Hij is alleen helemaal niks waard. Straks zit er een Charizard in dat pakje wat we gaan knippen. Oh, dat zou zo rip zijn. Of zal die hierin zitten? We beginnen met de Fire Energy in ieder geval. Turfield Stadium. Kaboom. We hebben Sizzlypeed. Een Purloinje. Ekansi. Potion, Vulpixie, de reverse. Oh, grappig. Een reverse grass energy. Die vind ik wel nice. En als laatste hebben we een Altaria. Oh, deze is best wel cool. Maar hey, we wachten nog wel op een V of een V Max kaart, hoor. Bijna tijd voor de schaar. Hier weer een codekaartje. En dan gaan we weer. Een water energy. Nu hebben we Sonja. Die hadden we nog niet. Lippard. De volgende is Team Jouw Gruntje. Sizzlypeedje. Zigzagoontje. Scruggietje. Rockruff. Ja, dat is wel een leuke Pokémon. De reverse. Komt er denk ik nu aan. Een Hyper Potion. En als laatst. Hey, hier zit wel wat moois achter. Ik ben blij dat we deze niet geknipt hebben, jongens. Wat zit erachter? Wat zit erachter? Het is een Dreadnought V-kaart. Yeah! Onze eerste V-kaart in deze Elite Trainerbox. Lekker! Hij is niet zoveel waard als een Charizard. Deze is 2 euro waard. Maar hey, het is gewoon leuk om zo'n kaartje te hebben, toch? Dreadnought is wel een van de eerste goede Pokémon die je tegenkomt in Pokémon Sword and Shield. 1 pakje. En daarna gaan we knippen. There we go. Een Water Energy. Kaboom. Een Lippard. Pierce. Full Heal. Scraggy. Purloin. Machoppy. Nickit. De Reverse is weer een Sizzlypeed. Die hebben we al. En als laatst. Oeh. Zygarde. Een holo rare kaartje. Volgens mij zit er in elk pakje in deze serie een holo rare kaartje. Nu hebben we Zygarde. En dan nu het moment waar jullie allemaal op wachten. We gaan een pakje knippen. Oh, en ik doe het ook gewoon hier voor deze camera. Dit doet zoveel pijn. Ik wil geen Pokémon kaarten knippen. Het lukt niet. Kom erdoor. Ik heb een hele slechte schaar. Oké, weet je wat? We gaan dit 1 voor 1 doen. Deze is in ieder geval nog bruikbaar. 4 naar voren. Oh, en dan ga ik ze even andersom doen. Dan gaan we ze op zijn kop knippen. Ja, dit maakt niet zo heel veel uit. De volgende. Oh, kaboe. Kapoet. Next. Next. Doei, Lippard. En dan. En dan. Piers. Rip Piers. Eigenlijk zijn deze nog niet zo heel erg boeiend. Hier hebben we een matchup. Knipper de knipper de knip. Een Zigzagoon. Vulpixie. De laatste kaart, jongens. Als dat een Charizard is, hè, dan word ik helemaal gek. Rockruff is kapot. Even kijken of mijn schaar sterk genoeg is om er 2 tegelijk te doen. Oh, sikke schaar. Het was een reverse Great Ball en een Purloin. En dan nu het moment waarop we allemaal wachten. De zeldzame kaart uit dit pakje. Je wordt geknipt. Ik zal een mooi diagonaal knippen. Ah, wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Ah, het is een obstacle. Oh, jongens, ik vond dit zo spannend. Gelukkig, gelukkig. We hebben geen Charizard kapot gemaakt. En dat betekent dat we nog 3 keer kans maken op die Charizard. Oh, alsjeblieft. 4 naar voren. Ha, ik ben opgelucht. Een Water Energy. Een Victini. Een Hyper Potion. Een Rotom Phone. Een Zigzagoontje. Scraggy. Rockruff. Veel dezelfde kaarten, want ja, er zitten nou eenmaal maar 90 kaarten in deze serie. Een Linoon. Reverse Absol. Cool. En als laatst, weer Altaria. Kom op, we hebben nog 2 pakjes. Zullen jullie nou in de comments even allemaal Charizard roepen? Misschien komt hij dan. Codekaartje. Daar gaan we. Great Ball. Pokémon Center Lady. Team Yelgrunt. Dit is onze ene laatste kans op de Charizard. Kakuna. Een Nickit. Een Swablu. Een Machop. Een Lippard. Oh, wel een V-card. Kijk, een Duraludon. Nice. Duraludon is ook maar 2 euro'tjes waard. Dus ja, het is allemaal niet echt super. Maar goed, wel onze tweede V-card. En die zien er gewoon sowieso tof uit. Dus ik ben hier ook wel blij mee. Zou die hierin zitten, jongens? En nu je toch nog kijkt, doe even dat duimpje omhoog. Hè? Want bij 2500 duimpjes gaan wij gewoon nog een keer Pokémon kaarten
te uitpakken op dit kanaal. Dit is het laatste pakje. En hopelijk zit hier dan nog wat moois in. Een Machoke, een Rotom Bike, een Hyper Potion, Galarian Linoon, een Full Heal, een Purloin, Kakuna, Trubbish, Reverse Vulpix en als laatste een Sandiscord. Het is een vuur-Pokémon. Ik bedoel, hij heeft ook vlammen uit zich. Dit is ook een soort Charizard. Sandiscord is gewoon een nieuwe Charizard. Maar dat was hem weer, jongens. Vergeet niet te abonneren op dit kanaal voor iedere dag Nintendo video's. En als je me live wil zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video.